De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, BBGO, heeft gisteren haar nieuw gebouw aan de Burenstraat in gebruik genomen. De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, verrichtte samen met de bondsvoorzitter Renate Wouden-Bagwandas de opening. De bewindsman zegt dat senioren geen vergeten groep mag zijn, omdat zij een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Wouden-Bagwandas zegt dat de bouw niet zonder slag of stoot is gegaan. Door de hoge wisselkoers in maart 2020 was de bond genoodzaakt te lenen bij de coöperatieve bank Godo. De noodzaak voor een nieuw onderkomen kwam door de groei die de bond heeft gekend de afgelopen jaren. De bond telt inmiddels meer dan 4.500 leden.